Hello, 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 and welcome to this game of the Hague Royals, ladies and gentlemen. I'm here, the random live streaming guy, joining you today from the Zadar Park Stadium. We're getting ready to go live with the game. Don't change the channel. You are indeed in the right channel, wherever it is you're watching. This is the Hague Royals game live from Den Haag. Is that how you pronounce it in Dutch, sir? It is almost correct there, Ali. It is actually Den Haag, but the locals here will even pronounce that differently. I'm not exactly a local, and I'm also not going to commentate in the Haags language, but I'll do it in the Dutch language. Dus we gaan. En we gaan het nu even overgeven aan de stadion speaker. Welkom in Sport Campus Zuiderpark. Et pour nos visiteurs de Charleroi, bienvenue à La Haye. Vanavond op het programma de eerste thuiswedstrijd in de cross-border fase van de B-Next League. Wedstrijd tegen Spirou Basket Charleroi. Die staan bovenaan in de Elite Silver. Dus het zou een pittige wedstrijd worden voor de Royals. Nou, de fans van Charleroi zijn er klaar voor. Dus laten we beginnen met het introduceren van de spelers van Spirou Basket. Met nummer 1, Noah Fogang. Nummer 5, Alexandre Liber. Nummer 7, Tim Lambrecht. Nummer 8, Noé Botouli. Nummer 10, Milan Samardžić. Nummer 11, Moussa Noterman. Nummer 13, Juri Schoepen. Nummer 17, Marlon Makwa. Nummer 22, Vincent Kesseloot. Nummer 28, Rafael Lisboa. Nummer 33, Jito Kok. En nummer 99, Nathan Kuta. De assistentcoach is Fred Wilmot en de headcoach is Sam Rotsaert. En dan voor de Royals fans. We hebben geen trommels, maar we gaan ze wel proberen te evenaren. Graag uw applaus voor de Hague Royals. Te beginnen met nummer 0, Skip Samson. Nummer 3, Casey Loops. Nummer 4, Arben Samai. Nummer 5, Bart Beinsdorp. Nummer 9, terug van een langdurige blessure, Rick van der Zalm. Hey. Nummer 10, onze captain, Davidas Koumelis. Nummer 11, trots van het zuiden, Tom Akkermans. Nummer 12, Marnex en Knepa. Nummer 22, Piotr Pandura. En nummer 27, Jens de Velde. Onze jeugdspeler die ook aanwezig is, nummer 24, Michael Haarsma. En onze headcoach is Bert Samson. En dat was de introductie van alle spelers. We hebben nog een ruime 3,5 minuut voordat de wedstrijd gaat beginnen. Het sportcentrum, de sportcampus hier, is redelijk gevuld. Er is een trouwe supporterschade helemaal meegereisd uit Charleroi. Met trommels en al. En die maakten daar straks behoorlijk wat lawaai. Dus dat wordt smullig laatste vandaag. Ik denk dat er wat sfeer gaat ontstaan. We hebben straks geluisterd natuurlijk naar de introductie van de spelers uit allereerst uit Charleroi. Spirou Basket Charleroi. En misschien hebben jullie gemerkt, er zitten ook twee Nederlandse spelers bij. Ito Kok en Nathan Kuta. Ito Kok speelt met nummer 33 en Nathan Kuta met nummer 99. Dat is de Nederlandse inbreng bij Charleroi. En bij de Royals misschien opmerkelijk afwezige is Snorri Vignarsson. De IJslander is er vandaag niet bij. Verder lijken de teams compleet te zijn. Dus we gaan een goede krachtmeting gaan we aanschouwen. Ik ben benieuwd in hoeverre het krachtsverschil, wat er in de eerste fase van de competitie leek te zijn tussen de Belgische teams en de Nederlandse teams, in hoeverre dat op het veld gaat plaatsvinden. We hebben nog anderhalve minuut.
Ja, ik word gewezen op. Ik krijg net te horen dat we niet alleen te horen zijn, maar we zijn ook op beeld. De technical stuff hier. Zo, me en Ali, Ali en ik doen dit vandaag voor het eerst samen. Dus we moeten eventjes afstemmen. Maar de camera staat op ons. Jullie kunnen zien hier. Right in front of this beautiful recycle bin. So we've got the best of view over here. We definitely have. We hebben een perfecte view. En we gaan hopelijk een hele mooie wedstrijd aanschouwen vandaag. En natuurlijk misschien goed, hè, want mensen kunnen weer dicht tegen elkaar aanzitten op de tribune. Nou, starting 5 aan beide kanten. Voor Spul zijn dit nummer 5 Alexander Liebert, nummer 17 Lambrecht, nummer 22 Vincent Kesseloot, nummer 28 Rafael Lisboa en nummer 99 Nathan Kuta. Voor de Heek Royals zijn dat nummer 3 Casey Loops, nummer 4 Arben Samai, nummer 5 Bart Beinsdorp, nummer 10 Davidas Koumelis en nummer 11 Tom Akkermans. Gehoord heeft met Liebert, Lambrecht, Kesseloot, Kuta en dan mis ik nog, ik denk dat is Lisboa die er ook bij staat. En voor de Royals gaan starten Loops, Kamaj, Beinsdorp, Koumelis en Akkermans. Dus ik hoop dat jullie er allemaal goed bij zitten. Zorg dat je chips, bier, fris allemaal bij de hand hebt. Want we gaan beginnen. We hebben Kuta en Beinsdorp die gaan springen. Beinsdorp duidelijk met de lengte. Bal is voor de Royals. En gelijk het eerste schot voor Akkermans. En weet niet te scoren. En Spirou. Oh, dat leek op lopen daar van Lambert. Van Liebert moet ik zeggen, niet Lambert. In de corner. Liebert is wel goed. Zijn drietje. Scoren nu 3-0 voordeel voor Spirou. Ah, mooie move daar. Score van onze nummer 5, Bart Beinsdorp. Mooie move daar voor Bart Beinsdorp. Inside. Easy bucket. Stand 3-2 voordeel Spirou. Nogmaals een driepunter. Die gaat er dit keer niet in. Maar balbezit blijft voor Spirou. En daar zijn die trommels uit Charleroi waar ik het al over had. De stemming zit erin. Is daar een fout? Fout voor de Royals. Fout voor nummer 4 van de Royals. Arben Samai. Twee vrijworpen voor. Wat gaat nummer 7? Tim Lambrecht. Zijn eerste. En de eerste vrijworp gaat er niet in. Van Lambrechts. En de tweede. Oeh, dat leek op goaltending. De tweede gaat er wel in. 4-2. En Koumelis gaat de bal opbrengen. De bal inside naar Koumelis. En die weet daar niet te scoren. En bal in de... Nee. Drie punt schot van Spirou gaat ook niet goed. En Koumelis terug. Mooi paasje op Akkermans. En afgefloten voor lopen. Ik had het idee dat Akkermans gelijk omhoog had gemoeten. Had hij zeker de fout meegekregen. En het is lastig hier om boven de supporters van Spirou uit te komen met hun trommels. Bal gaat inside. En wordt er gescoord. Score daar. Score voor nummer 7 van Spirou, Tim Lambrecht. Dus Lambrecht. Stand 6-2 voor Spirou. En
Koemelis daar met een mooie spin move en een lay-up. Score is goed. Van de nummer 10, David Das, Koemelis. Brengt de stand op 6-4. En is drie punter van Liebert is niet goed, maar hij krijgt nog een keer de kans. Paas inside, helemaal opengelaten daar. Score van de nummer 22 van nummer Kesterloot. Vincent Kesterloot. Vincent Kesterloot daar met een hele makkelijke score. Bal gaat. En schot daar van Bijnsdorp, van Bart Bijnsdorp gaat niet goed. Ja, onderschepping Akkermans. Dan moet je eigenlijk dit nu verzilveren. Mooi, hè? Ja. Akkermans. Paast uit naar loop. Drie punter. En die gaat er in en uit. Maar ja, opgepakt. Score van de nummer 5. Bart Bijnsdorp. Uitstekende daar rebound is daar van Bart Bijnsdorp. Met de stand op 8-6. En wordt inside. Wordt goed verdedigd daar door de Royals. Juist. Kamars met de paasje op Bart Bijnsdorp. En ja, nog we zijn gelijk. Bart Bijnsdorp. Ik zie een heel andere Royals vandaag, mensen. Uitstekend staan ze te verdedigen. Bal gaat naar nummer 28, Lisboa. Drietje gaat er niet in. Bal kan net niet binnengehouden worden door Koemelis. Blijft balbezit voor Spirou. En dan mag Kesselhout nog een keer aanleggen voor een drietje. En die is raak. Brengt de stand op 11-8. Ja, die bal, Koemelis staat daar vrij. Maar wordt niet gezien door Casey Loops. Gaat de bal nu wel naar Koemelis. En die gaat omhoog. En er wordt een fout gemaakt. Ik denk dat dat Liber is. Of nee, dat is Lisboa. Ja, fout gaat naar Lisboa. Dat is zijn eerste. En bal gaat, denk ik, naar Bart Bijnsdorp. Met Koemelis. Oh, de paasje gaat net niet goed. Maar er is voet. Dus blijft balbezit voor de Royals. Dat was een moeilijke paas daar van Koemelis. Gestopt met de voet. Akkermans met de. Hey. Weet daar niet te finishen. En dus de fout gaat naar Kamais. Dat is zijn tweede fout. Het gaat gewisseld worden door Alexander Knepa. En we zitten halverwege het eerste kwart. En we zitten volop in de wedstrijd. Bal gaat in de corner. Drietje is raak. En Bart Bijnsdorp net niet met de score. Maar aanvallend bord van Casey Loops. En die wordt gefaald. Die wordt gefaald door Nathan Kuta. Dat is de eerste fout van Kuta. Fout van nummer 99 van Spirou, Nathan Kuta. Komt een wissel aan de kant van Spirou. Komt Noterman erin voor Kuta. Wissel aan de kant van Spirou. In het veld komt nummer 11. Moussa Noterman. Casey loopt voor de vrijworp. En de eerste gaat er niet in. De stand blijft 14-8. En de tweede gaat ook niet goed. En
stand blijft 14-8. Voordeel Spirou. This is basketball. Yeah, this is a lot of fun. Oh, here we go. Mooie steal daar. Cornelis. Casey loopt daar, weet de score, hè? Ik denk de stand op 14-10. Goede onderschepping daar van Cornelis. But Ali, you're right. For the number of fans from Charleroi, they definitely make a lot of noise. So absolutely. For head for head. Ja, mooie score daar van Liber. Denk de stand op 16-10. 3 punten van nummer 28, Rafael Lisboa. Ja, Bart Wijnsdorf daar met de en een mooie layup. Score van nummer 5, Bart Wijnsdorf. 17-12. Dat lijkt de fout gaat naar Casey Loops. Fout van nummer 3 van de Royals. De derde teamfout. En zijn eerste. Wordt gewisseld, Casey Loops. Wordt gewisseld daar voor. Wie komt daar in het veld? Gisteren voor de Royals in het veld. Nummer 0 Skip Samson. Dat is Skip Samson komt daar in het veld. En goed bord daar voor Bart Wijnsdorp. Skip Samson. Brengt de bal daar naar Cornelis. Dat is denk ik een fout, gaat naar Knepa, denk ik. Maakt daar de fout op Kesselood. Fout of naar Noteman. Van de Royals, maar niks in Knepa. Wissel aan de kant van Spirou in het veld nummer 13, Juri Schoepen. Ja, Juri Schoepen komt in het veld voor Lambrechts. En we zijn 17-12 met nog 4 minuten te spelen in het eerste kwart. Leek op lopen daar, maar score van de nummer 22, Vincent Kesteloot. Kesteloot met de score, stand 19-12. En daar goed de fout uitgelokt. Fout van de nummer 8 van Spirou, Noé Botuli. Ja, Botuli krijgt de fout. Goed uitgelokt daar door Cornelis. Dat is de derde teamfout van Spirou. Bijna onderschept daardoor Liber. Al gaat naar Knepa. Turnaround jumper is niet goed. Bijna daar het aanvallende bord van Skip Samson. Naar de corner. En wordt daar niet gescoord. Bal gaat er weer uit. Mag Botuli mag het nog een keer proberen. En die wordt daar buiten de lijnen gewerkt door Bart Wijnsdorp. Die krijgt daar de fout. Dat is zijn eerste. Fout van nummer 5 van de Royals. Dat is de vijfde teamfout. Ze krijgen 2 vrije worpen. Voor Botuli. En de wissel van het veld komt de nummer 1, Noah Fogang. Er wordt gewisseld de kant van Spirou. Kesteloot komt eruit. En ik geloof dat Fogang erin gekomen is. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. De eerste vrije worp is niet goed.
En de tweede vrijworp is wel goed. Stand 20-12. En er wordt gewisseld. Komt Jens de Velde in het veld voor Bart Bijnsdorp. Veld nummer 27 Jens de Velde en vervangt nummer 5 Bart Bijnsdorp. Daar is daar een fout aan de kant van Spiro, denk ik. Fout gaat naar nummer 11. Dat is Noterman, krijgt daar de fout. Dat is de vierde teamfout. Volgende teamfout betekent ook vrijworpen voor de Royals. Cumelis met de inbound pass. Gaat de bal naar Jens de Velde en die heeft daar geen kans om te schieten. En er wordt lopen voor Cumelis. En drie punt schot. Drie punt voor Lieber. Alexander Lieber. En die brengt daarmee zijn totaal op 9 punten. Goed verdedigd daardoor Noterman. En dan krijgen we Spirou weer. Ik denk Lieber nog een keer voor een drietje. Ja, en die is foutloos. En nog maar 3 punten voor de nummer 5. Alexander Lieber. Zat er natuurlijk aan te komen. Brengt de stand op 26-12. Wordt nu wat slordig aan de kant. Te veel scorers voor Spirou. En geen scorers aan de kant van de Royals. En deze bal komt wel aan. Dan moet Akkermans daar. Ja, ditmaal wel. Score van de nummer 11. Met de reverse Tom layup. Akkermans. 26-14. Kijk, Lieber staat weer vrij op de perimeter. Ja, en die gaat nu voor de drive. Weet daar niet te scoren. Echt wel de fout. Fout gaat naar Skip Samson. Fout voor nummer 0 van de Royals. Skip Samson. 2 vrijworpen voor Spiroel. Dan krijgen we Lieber op de vrijworplijn. Eerste vrijworp is raak. Brengt de stand op 27-14. Alexander en de tweede is ook raak. Brengt de stand op 28-14. 28, Rafael Lisboa. Eigenlijk de bal ging naar Jens de Velde en die zou, denk ik, daar 3-punt schot moeten nemen. Kreeg de bal niet onder controle. We hebben nog 1 minuut te spelen in het eerste kwart. Stand 28-14, voordeel Spirou. Spirou met de bal. En krijgen we daar, de bal gaat helemaal naar de overkant naar Vogang en die gaat voor de drive naar buiten. Komt dat schot. En dat is foutloos. 3 punten voor de nummer 13. Dat is nummer 13. Schoepen met de 3 punt. Bal naar de corner, Jens de Velde. Dus de fout gaat naar Knepa, dat is zijn tweede. En die gaat gewisseld worden. Casey Loops komt in het veld, denk ik, voor Knepa. Fout voor de nummer 12 van de Royals, maar niks nee, Knepa. Nee, Cumelis wordt gewisseld. Nummer 10 wordt vervangen door de nummer 3, Casey Loops. Casey Loops komt erin voor Cumelis.
En we krijgen vrije worpen voor Spirou. Knepa is de tweede persoonlijke fout. Stand 31-14. Ik weet niet wat hij zegt in het Frans, maar het zal vast goed zijn. En Schoepen raakt zijn eerste vrije worp. 32-14. En de tweede vrije worp is ook raak. Schoepen met beide vrije worpen. De stand op. Dubbele wissel voor de Royals in het veld. Nummer 4 Armand Samai en nummer 5 Bart Bijnsdorp. Zij vervangen nummer 11 Tom Akkermans en nummer 12. Akkermans worden vervangen door Kamaj en Bart Bijnsdorp. Stand 33-14. Nou, het schot, driepuntschot van Jens de Velde. En die is raak. 27 Jens de Velde. 33-17. En gelijk ook een onderschepping. En een lang schot van Skip Samson, die bijna raakt vanaf eigen helft. Brengt daarmee de stand na het eerste kwart op 33-17. Het eerste kwart geëindigd met 17-33. Well, that was a close one. On the last one. The last one was close, yes. Yeah, yeah. A Hail Mary, I would say. We saw an interesting first quarter, especially I thought they started really well, Ali. Yeah, absolutely. Second period, like the last 4 or 5 minutes, sort of like gave it away a little bit. Difficult to score. Yeah, impatient. Impatient. You know, it's not really building up. No. Just a really trying to go for on it. On the other side, yeah. I have to give it to Spirou. I mean, they were shooting sharp from three. So I guess it's time for the Royals to start defending the perimeter a little bit better. Absolutely, absolutely. Because otherwise, these guys are going to shoot holes in our vests. Well, it's going to be a second, fun second quarter of the game. Should be. All the starters are back in. Let's see what happens in the second quarter. And yes, 17-33 here at Zara Park. Ik hoop dat jullie af en toe kunnen volgen. Als ik met Ali in gesprek ben, switch ik over naar het Engels. Hey, that's okay. En dat is omdat Ali zijn... we kunnen het ook even in het Nederlands doen. Ali, kun je een paar dingen in het Nederlands zeggen? You can in Nederlands, you know, I can understand enough, so I just reply in English. U hoort het al, Ali kan beetje Nederlands praten. Ik spreek beetje Nederlands. I can understand enough. To go back at it, but I think we're about to get started. Another 20 seconds to go, so let's head back to the court. Wow, the players are getting ready. What do you think is going through their mind right now? You know, what do you think they're thinking right now? You know, they're thinking. So, yeah. So, I think anything goes right now. You should be in the game right now. If you haven't played, then of course you're eager to get out there. But when you're on the field now, I think for the Royals, you want to get back. You want to create a little run. And it usually starts with getting stops on the defense. We Absolutely. Need to get two, three stops on the defense and create a little bit of momentum. Well, here's the second quarter from Zara Park. So for the Royals op het veld hebben we Jens de Velde, Casey Loops, Bart Bijnsdorp, Skip Samson en Kamaj. En het eerste driepuntschot, kijk, dat wordt nu wel verdedigd en dan is het gelijk niet raak. Voogang die daar zijn driepunter mist. Kijk, we hebben de eerste stop. En nu is het zaak voor de Royals. Ai, niet om die bal weg te gooien. En dat is een steal en een easy bucket. Makkelijke layup daar. Dat is jammer. Mooi paasje daar. Weet Casey Loops niet te scoren. Wel een fout van Lisboa. Fout van nummer 28 van Spirou. Raad van Lisboa. En dan komt Liebert komt weer in het veld voor Lisboa. En Lisboa wordt ook gelijk gewisseld voor de nummer 5, Alexander Liebert. Aan de kant voor de Reuzen wissel. Nummer 10 in het veld. Dat is de tweede fout van Lisboa. En, vandaar dat hij gewisseld wordt. Liebert met 14 punten, nu topscorer in de game. Dus die had beter even op de bank kunnen blijven zitten. En eerste vrije worp van Casey Loops gaat niet raak.
En de tweede vrijworp is ook niet raak. Stand blijft 35-17. Dan gaat die bal daar op een hele bijzondere manier in de basket. 38-17. En Bart Beinsdorp daar weet niet te scoren. De bal gaat erin en er weer uit. En een lange bal daar, die is iets te lang. Bal in de corner, Voogang. En die gaat in de corner. Liebert weet nu niet te scoren. En wordt er 3 seconden gefloten in de bucket voor Kuta. Krijgen we een time-out aan de kant van de Royals. Wat de bedoeling was om een aantal goede stops te krijgen. En de eerste stop lukte, maar daarna toch makkelijke scores voor Spirou. Dus coach Samson die neemt de time-out om het momentum weg te halen bij Spirou. Zullen we nog eventjes bij jullie blijven. We gaan een aantal interviews doen met spelers, zowel van de Royals als van Spirou. En dan krijg ik ook mijn eerste echte Hank Royals t-shirt. Ik heb gehoord dat ik hem mocht houden. Zo, dat is weer in de pocket. En we zijn weer aan de bal met Koumelis. Een bal zomaar weggegeven door Jens de Velde. Blijft toch balbezit. Casey loopt, bal naar Akkermans. 3-puntschot is niet goed. Aanvallend bord was van Jens de Velde en die wordt daar gefaald. Dat is dan denk ik zijn... Fout tweede van fout. 99 van ja, Spirou. Nathan Kuta zijn tweede persoonlijke tweede fout. Tweede persoonlijke fout van Nathan Kuta. Zien we Makwa daar. Bal gaat naar Voogang voor zijn 3-puntschot. Is niet raak. Balbezit blijft voor Spirou. De bal gaat nog een keer naar Voogang. Nee, dit keer niet. Ja, gaat Makwa omhoog. Hey, balbezit voor de Royals. Kijk, er wordt nu goed verdedigd. En er wordt niet gescoord. Dat is jammer. Elke keer krijgen de Royals wel een kans op een lay-up. Ja, en aan de andere kant wordt natuurlijk wel gescoord. Score van de nummer 5, Alexander Liebert. Een beetje slordig in de finishing voor de Royals. En dan wordt de achterstand steeds groter. Ja, dan krijgen we Kuta daar, denk ik, voor de dunk. Denk de stand op 42-17. En dan gooit Koumelis de bal weg. Ja, het wordt nu heel erg rommelig. Heel erg rommelig aan de kant van de Royals. Gaat gewisseld worden aan de kant van Spirou. Nummer 22, Vincent Kastloot. Nummer 7, Tim Lambrecht. Groepen komt eruit. En Voogang. Nummer 11, het gaat Tom Akkermans. Voor nummer 4, Kastloot er weer in is. En Lambrechts. En aan de kant van de Royals is Kamars eruit. En Akkermans komt er terug in. Rommelige fase waarbij Spirou wel weet te scoren en de Royals helemaal niet. Ja. Beetje geïrriteerde worp daar van Liebert. Maar die maakt weer vriendjes met Beinsdorp.
We gaan weer verder. Lambrecht die daar bijna uitglijdt. Makwa met het schot. Weet niet te scoren. Krijgen we de Royals met Casey Loops. Jens de Velde daar in de corner. Weet niet te scoren. Bij drie punten zat bijna raak. Ja, en dan... De fout van nummer 10 van de Royals. Van Cumelis. Zijn eerste persoonlijke fout. Ja, doe mij hetzelfde maar. Is de aanval aan boord. Score van nummer 22, Kesselood. Kesselood. Akkermans met een driepuntschot. Weet niet te scoren. Dan gaat inside naar Kesselood. En dan Makwa daar met de drive. Ja, terug naar Kesselood. En die scoort zijn driepunters. Score van nummer 22. 47-17. Verschil nu 30 punten. Het is eigenlijk jammer, want de eerste 5-6 minuten zaten de Royals er goed bij. We weten nu bijna niet meer te scoren. Terwijl er wel kansen komen. Score! Dit maal, Casey loopt wel met de lay-up. Dan moet je lay-ups gewoon blijven maken. Dan was het verschil niet zo groot geweest nu. Lambrechts weet niet te scoren. Kuta ook niet. En dat is aan een fout van 7. Fout van Lambrechts. Fout voor nummer 7 van Spiru, Tim Lambrecht. Zijn eerste persoonlijke fout. En een wissel. Nummer 11. Moest dan ook in het veld van nummer 99. Nee, te Kuta. En dan krijgen we een time-out aan de kant van de Royals. Ja, begin van het tweede kwart natuurlijk... Ja, niet goed. Niet goed voor de Royals. Het was een beetje chaos op het veld. Er zijn wel kansen geweest. Maar ja, je moet gewoon makkelijke lay-ups moet je scoren. En we weten die net niet te verzilveren. Aan de kant van Spiru, ja, die blijven gewoon gaan. Blijven scoren. En maken daar optimaal profijt van. Dus verstandige time-out van Samson. En laten we hopen dat er wat meer rust komt in de ploeg bij de Royals. De rust was er wel in de eerste fase van het eerste kwart. Maar nu ja, is dat ver te zoeken. Kan de bal daar bijna niet kwijt. Akkermans met de drive, pull-up en weet daar niet te scoren. En dat zijn toch goede kansen. Kesselood probeert daar, wil dat te moeilijk doen. Nou, nu dan Akkermans. Wel met de lay-up score nu. Score voor de nummer 11, Tom Akkermans. 47-21. Makwa. Hij heeft maar een fout gefloten. Fout gaat naar Jens de Velde. Fout voor dat nummer 27. Eerste. Jens de Velde. Of, zijn eerste persoonlijke fout.
En hij wordt gewisseld voor de nummer 22, Piotr Pandura. Piotr Pandura komt daar voor het eerst in het veld voor Jens de Velde. De Haagse Pool. Notenman, inside, tegen Bart Beinsdorp. Weet daar niet te scoren. Cumelis met het bord. Ja, mooi paasje daar. Pandura naar buiten, Akkermans. Nu wel raak. Nee, wederom. De drietjes van Akkermans willen nog niet vallen. Het is jammer, wel goed gespeeld daar van de Royals. Het gaat naar Akkermans, die daar Lambrecht probeert te stoppen. Fout voor nummer 11 van de Royals, Tom Akkermans. Twee vrije worpen. Twee maal Lambrecht voor op Tim de vrije worplijn. Of zoals de Amerikanen zeggen, vanaf de charity stripe. Eerste vrije worp is raak. 48-21. Een tweede vrijworp Tim gaat Lambrecht er niet in. Tim Lambrecht wordt het één vrijworp. Cumelis brengt de bal op. Bal gaat naar Akkermans. Ja. Met de stepback. En nou raakt hij wel. Tom Akkermans. Eigenlijk een veel moeilijker schot dan die eerste drie. Een mooie score van Akkermans. Tuli. Met de drive, die paasje naar Notenman, maar die weet hem niet te vangen. De fout gaat naar Lambrecht. Een mooie score daar van Beinsdorp. Ze krijgen een N1. Score van de nummer 5, Bart Beinsdorp. En door een fout van de nummer 7, Tim Lambrecht. Dat is de tweede fout van Lambrecht. Krijgen we Beinsdorp op de vrije worplijn. Stand 48-26. Voordeel voor Spirou. En die vrijworp, die gaat er na 3-4 keer stuiteren, gaat hij gewoon door het netje. 13 Joris Groepen. Dus het is jammer dat hij dan eigenlijk maar voor 1 telt. Ik zou zeggen, dit is veel moeilijker hè, als hij 3 keer stuitert op de ring en er dan in komt. Stand 27-48. We hebben nog minder dan 3 minuten te spelen. Terwijl Botulli de bal opbrengt. En die wordt daar makkelijk. Die bal werd gestolen daar Cumelis. Maar Botulli die wist vervolgens de lay-up nog te blokkeren. Opnieuw balbezit voor Spirou. En Liber, de ervaren guard, die de bal weer opbrengt nu. En Casey Loops, die probeert er goed bij te storen. Motuli met de drive. En die weet niet te scoren. Kesteloot met het board. Bal gaat naar nummer 13, Schoepen. 3 punten van nummer 13, Joeri Schoepen. En die weet 3 punten te raken. 51-27. Akkermans met de driepunter.
Weet niet te scoren. En weet Liber die bal nog binnen te houden. Fout gaat denk ik naar Bijnsdorp. Ja, fout voor naar nummer 5 van de Royals. Bart Bijnsdorp, zijn tweede persoonlijke fout. Dat is de tweede van Bart Bijnsdorp. Wordt gewisseld daar. Knepa gaat het veld inkomen. Voor Bijnsdorp. Wissel voor de Royals in het veld nummer 12. Maar niks de Knepa vervangt in nummer 5 Bart Bijnsdorp. Botulli daar met easy catch. Natuurlijk veel te makkelijk. 53-27. Dan krijgen we Noteman met de fout. Ja, Noteman krijgt daar de fout op Cumelis. Fout voor nummer 11. En dat is de vijfde teamfout. Dus krijgen we Cumelis op de vrije worplijn. Eerste vrije worp is raak. En de tweede vrije worp gaat er niet in. David Askemaes heeft net één vrije worp. Noteman daar. Mooi spel daar tussen Botulli en Noteman. Brengt de stand op 55-28 voor Spirou. Oh, dan krijgt Noteman daar de fout, denk ik. Fout voor nummer 11 van Spirou. Dan staat Noteman zijn derde persoonlijke fout. Dat is de derde fout van Noteman. Dan krijgen we Marnixon Knepa op de vrijworplijn. En de eerste vrijworp is raak. En de tweede vrije worp, die gaat er ook in. Maar next, nee, we hebben de stand op 55-30. En dan is er gelijk daar de score van... Nee, Noteman weet daar niet te scoren. Knepa daar. En we hebben nog 22 seconden te spelen. In het tweede kwart, in de eerste helft. En de bal gaat naar... Gaat via Noteman. Blijft balbezit voor de Royals. Nu is Cumela te lang met het innemen van die bal. Uit de scheidsrechter voor 5 seconden. Mag Spirou de bal weer innemen. Met nog 14 seconden te spelen in de eerste helft. We go the last 5 seconds. Kestelo daar met een 3-puntschot. Raakt niks. Denk daarmee de stand op 55-30. Voordeel Spirou Basket, Charleroi. Mocht u trek hebben, een drankje of een hapje. Aan de kant van de jurytafel staat boven Love Catering, die u daar graag in kan voorzien. Als u aan de overkant zit, kunt u even langs een van de twee zijdes van het veld boven langs lopen.
En dan zien we u over een kwartiertje weer terug voor het vervolg van de Hague Royals tegen Spirou Basket Saloa. Ja, wij gaan er ook eventjes tussenuit. Wij komen denk ik met een minuut of 10 weer bij u terug. We hebben een goed eerste gedeelte gezien van het eerste kwart, denk ik, van de Royals. Konden ze goed bij blijven. Daarna is het, was het lange tijd eenzijdig. De laatste fase van de tweede kwart kwamen de Royals er weer wat beter in, denk ik. Stand nu 55-30. Nog niet alles is verloren. We houden moed. En we kijken uit naar de tweede helft. Tot straks.
Goed, daar zijn we weer terug. We gaan ons opmaken voor de tweede helft van de wedstrijd tussen de Hague Royals en Spirou Basket Charleroi. Ik heb hier de statistieken voor me. En wat opvalt is allereerst natuurlijk de topscorer, de captain aan de kant van Spirou, Alexandre Libert, nummer 5 met 16 punten. Foutloos vanaf de vrije worplijn, 4 drietjes geraakt. 50% daar en 5 gewone field goals ook. Ja, dus die man maakt een groot verschil aan de kant van Spirou. Wat we verder zien is, en dat is misschien wel interessant, de tweede gedeelte van de tweede kwart, dus de laatste 5 minuten van de wedstrijd, weten de Royals 11 punten te maken en Spirou slechts 8. Dus we hebben, ik vind dat een opsteker. Hè. Als we dat doorzetten, 11-8, als we dan nog eens 20 minuten zo spelen, dan komen we toch een heel stuk dichterbij. Waar het misgegaan is natuurlijk, is in het begin van de tweede kwart, wisten de Royals slechts 1 basket te maken tegen 14 punten aan de kant van Spirou. Goed, we gaan terugkomen in de derde kwart. Ik zie Cumelis, ik zie Bijnsdorp, ik zie Akkermans, ik zie Casey Loops en Kamash, de starters. En ik zie Schoepen. Schoepen die in de eerste helft reeds 11 punten maakte. Ik zie denk ik Kesterloot er ook in zitten. Met 12 punten goed. Liber uiteraard. En Lisboa. En Nathan Kuta, de Nederlandse inbreng. Die daar Bart Bijnsdorp verdedigt. En dan is daar de alley-oop voor Bart Bijnsdorp. Mooie alley-oop mooie paas voor Bart daar van Akkermans. Assist van Tom Akkermans. En misschien gaan we gewoon door zoals we de laatste 5 minuten in de tweede kwart gespeeld hebben. En wordt het nog een wedstrijd. Schoepen daar voor 3 punten. Ja, die wil niet meedoen. En die raakt, die is tot nu toe foutloos. Dus dit is zijn 4e schotpoging van 3 en 4e raak. Uitstekend natuurlijk voor Schoepen. En daar de backdoor pass. De bal gaat terug naar Cumelis. En Kamash daar voor de easy doet. Score nummer 4, Arben Sarai. Ja. We staan 4-3 voor in dit kwart. En daar hebben we Libert met een 3-punt schot. 3 punten van nummer 5, Alexander Libert. Dan brengt zijn stand daarmee op 19 punten. Bart Bijnsdorp, mooi gespeeld daar, Kamash met de 2 punten. Score voor nummer 4. Ik op deze manier doen de Royals goed mee. 61-36. En is daar het schot? Gaat er niet in daar van Lisboa. En daar inside gespeeld. Kamash, nee, weet daar niet te scoren. Claimt daar wel de fout. Scheidsrechter wil er niks van weten. Daar Kesselloot speelt terug op Libert. En die scoort nogmaals een 3-punter. En is daar een veter? Ja, bij de pupillen zeiden wij dan altijd, dan moet je klittenbandschoenen nemen. Schoepen daar... die zijn veterstrik diploma kennelijk niet gehaald heeft. Wordt nog even gecheckt. Heeft hij er een dubbele knoop in zitten? Ja, het lijkt erop. Goed, we gaan weer verder. Time-out. Time-out. Aan de kant van de Royals. Nou, dat was toch wel een opmerkelijke 2 minuten. De eerste 2 minuten van het derde kwart. Waar we... een snel scorend Den Haag zien met 6 punten. En we zien 9 punten, 3 drietjes eigenlijk aan de kant van Spirou. Maar goed, als je blijft scoren en op deze manier mee blijft doen, dan is er in ieder geval voor het publiek volop te beleven. Spelers komen weer terug op het veld.
bal daar in. Of naar Bart Wijnsdorp. En die geeft daar de bal zomaar aan Libert. Libert nog een keer voor een driepuntschot. Ja, die maakt. 3 punten van nummer 5, Alexander Libert. Een beetje paniek aan de kant van de Royals. En die Libert, ja, die heeft nu al, wat is het? Ik denk dat hij al 6 drietjes geraakt heeft. Hij weet Wijnsdorp niet te scoren en is het Spirou met de paas snel naar Kuta inside. Die paast hem naar buiten. Libert weer terug inside. Kesterloot. Met de score. Stand nu 69-36. Akkermans met een drietje. Nee, weet niet te scoren. Nog een keer Libert. Ja, je zou toch zeggen. Nummer 5, Alexander Libert. Je moet iemand op die Libert zetten, want hij schiet iedereen helemaal lek. Heeft inmiddels 28 punten. Bal nu naar Camargue inside. En die weet daar de lay-up niet te verzilveren. Dat is toch wel makkelijker naar de fout van Casey Loops. En dan krijgen we nog een keer een time-out aan de kant van de Royals. Een time-out voor de Hague Royals. Ja, dan zien we toch dat het bij vlagen, dat de Royals goed spel weten laten zien. Maar bij vlagen dat ze wel heel erg weer diep wegzinken dan. En dan is het prijsschieten voor de Belgen. Ik zou zeggen, Ali, gooi er maar een mooi muziekje in. I have to admit, it's quite exciting to see the fans from the away team just so excited. Yes. To be here. They're making noise for like as if they're here with 500. And they're only here with 490. 490 drums, maybe. Well, yes, I have to agree. Shout out to the fans of Spirou. They make the atmosphere here in the hall. And absolutely. I think the Dutch spectators can take an example out of that to travel. I see at least 3 drums there, and I see like very anxious faces. There's a megaphone as well, and they're drumming hard. They like to drum hard. So there, Kuta there. Yeah, I think that is traveling. Yep, that's so. Kuta is. There is massive. He's a massive player. Ik ga terug naar het Nederlands trouwens. Ja, hele sterke speler natuurlijk, die Nathan Kuta. Maar die kreeg daar een loopfout. Dus geen score ditmaal. En de Royals terug met de bal. En dan is er een fout daar voor Akkermans. Fout van nummer 11 van de Royals, Tom Akkermans. Zijn tweede persoonlijke fout. Tweede fout voor Akkermans. En Lisboa die de bal opbrengt. En goed verdedigd daardoor Wijnsdorp. Bal zorgt ervoor dat Kuta de bal niet kreeg. En dan krijgen we Libert, die paast af naar Kuta. Goed daar geblokt. Ja. Ja, ja. Krijgen we een technische fout voor Kuta.
Die werd, die was gefrustreerd omdat hij daar tot twee keer toe gestopt werd. Ja, we krijgen technische fout voor nummer 99, voor Kuta. En de gewone fout gaat naar nummer 5. Dus we gaan allereerst gaan we een vrije worp nemen voor de technische fout. Excuses, de fout gaat naar nummer 0. Skip Samson. Oh, Skip Samson krijgt daar de fout, niet nummer 5, sorry. Dus we krijgen nu eerst de vrije worp van Koemelis. Voor de technische fout op Nathan Kuta. Nathan Kuta gaat waarschijnlijk gewisseld worden door Noteman, denk ik. Moussa Noteman gaat terugkomen in het veld. De man met nummer 11. En de vrije worp voor Koemelis gaat er niet in. Krijgen we nu twee vrije worpen voor Nathan Kuta. En als de tweede raak is, gaat hij er waarschijnlijk af voor Noteman. Kuta nu met 3 fouten. Stand 71-36. En de eerste vrije worp is niet raak. Ja, misschien denkt hij wel, ik wil nog iets langer blijven staan. Dan moet hij gewoon de tweede ook missen. En die mist hij. En is het te vroeg inlopen, krijgen we nog één keer. Te vroeg inlopen voor Kamaj. En terwijl we ook Marlon Makwa hebben die gaat wisselen aan de kant van... En de tweede vrijworp gaat er wel in. Stand 72-36. En Liber gaat eraf. Noteman komt erbij. Makwa komt erbij. En Kuta van het veld af. Hier in de Skip Samson in de corner. En komt de bal daar goed bij Kamars terecht. Nummer 4, Arben Salai. Goed werk van Bart Bijnsdorp. Brengt de stand op 38-72. Inside, Noteman naar buiten. Lisboa voor 3-puntschot. En die kan dat ook. Nummer 28, Rafael Lisboa. Stand 75-38. Goed, mooi paasje daar. Goeie paas daar van Koemelis. Jammer dat Bart Bijnsdorp dan niet weet te scoren. Wordt wel gefaald daar. Fout gaat naar Moussa Noteman. Fout dat is denk ik zijn... Moussa Noteman zijn vierde, fout. Die wordt gelijk gewisseld. Daar komt Lambrecht terug in het veld. Tim Lambrecht. Moussa natuurlijk teleurgesteld. Was net in het veld gekomen voor Kuta. En een vrije worp van Bart Bijnsdorp is niet goed. Tweede vrijworp is wel raak. Eén van de vrijworpen. Stand 75-39. Terwijl Lisboa daar helemaal een open lane krijgt naar de basket. Voor een easy layup. Rafael Lisboa. En doorzien daar door Kesteloot. Krijgen we schoepen terug op Kesteloot. Ja. Mooi gespeeld hoor. 22, Vincent Kesteloot. Vincent Kesteloot daar krijgt de bal terug nadat hij eerst de bal onderschept had. Stand nu 79-39. En daar mooie actie daar van Bart Bijnsdorp. Gaat daar om Tim Lambrecht heen. Krijgt daar de N1. Score zit. En dan krijgen we één vrije worp. Fout van nummer 7, Tim Lambrecht. Een extra vrije worp. Is aan beide kanten in het... Aan de kant van de Royals in het veld nummer 3, Kees Loofsen, nummer 10, Davidas Koemelis. En dan aan de kant van Spirou in het veld nummer 1, Noah Fogan. En Koemelis wordt gewisseld door Casey Loops. Krijgen we Bart Bijnsdorp voor de vrijworp.
En die is niet goed. Aanvallend bord voor Skip Samson. En die gaat er via het bord niet in. En dan is daar de fout van Bart Beinsdorp op Tim Lambrechts. Dat is de vierde teamfout. Bart Beinsdorp, zijn derde persoonlijke fout. Wist van de kant van de Royals in het veld nummer 12, Marnix en Knepa. Ja, Marnix en Knepa komt in het veld voor Bart Beinsdorp. En we hebben nog 4 minuten te spelen in het derde kwart. Stand 79-41. Schoepen daar met 3-punt schot. 3 punten, nummer 13, Joeri Schoepen. Ja, Joeri Schoepen die heeft nog niet gemist vanaf de 3-puntslijn. Het is, ze laten een heel hoog percentage zien. Ik zal u straks aan het einde van het derde kwart vertellen wat het percentage 3-punt schoten is aan de kant van Spirou. Maar dat is niet misselijk. Terwijl Kamars daar nummer 4, Arben Samai. Vanaf de elleboog weet te raken. Brengt ermee de stand op 43-82. En daar krijgen we Akkermans, Tom Akkermans met de easy layup. 45-82. Ja, ik zie het al. Liebert gaat terug in het veld komen. Het is op het moment dat Lisboa het moet doen, is het wel heel veel gedribbel. En de coach van Spirou heeft er genoeg van. Dus Liebert gaat terug in het veld komen. Ik denk dat hij terug gaat komen voor Lisboa. Te weinig basketbalvermogen nu aan de kant van Spirou. Marnixon Knepa. Oeh, ja, aanvallend bord van Tom Akkermans. En die weet te scoren. Ja, krijgen we de time-out natuurlijk aan de kant van Spirou. Basket. Ja, goede fase daar van de Royals. En er gaat gewisseld worden. Komt, wie gaat eraf? Ja, ik denk dat Voghang eraf gaat. Voghang gaat eraf en Liebert komt terug. Dus Lisboa blijft wel staan. Voghang wordt geofferd. Stand 47-82. Het is natuurlijk een wedstrijd die al lang gespeeld is. Maar ja, toch moet je bewondering hebben voor hoe hard de Royals blijven vechten hiervoor. En dit is het... Ja, we hebben nog 2 minuten te spelen en de Royals hebben 17 punten gemaakt in het derde kwart. Tegen 27 voor Spirou. Maar wederom denk ik dat de tweede helft van deze derde periode, dat die toch in het voordeel is van de Royals. Nee, Voghang is wel op het veld gebleven. Ja, is toch Lisboa die eraf is gegaan. Dat dacht ik al. Dat is toch... Ja. Score, zien daar Tim Lambrechts met een makkelijke score daar. De overname voor Spirou. Nou, ben benieuwd of Liebert nog meer drietjes wil gaan raken. Nou, Makwa daar, bal gaat naar buiten, naar Voghang. Paas naar buiten. Makwa nu. Maar die is er niet echt voor de 3-punt schot, denk ik.
Makwa is er wel voor een dunk en die komt er denk ik. Ja, natuurlijk. Score nummer 17, Marlon Makwa. Want daar de steal en de dunk. 86-47 voor Spirou. Bal inside voor Knepa. Oh, en zijn dunk aan de andere kant. Nummer 12 voor Nexe Knepa. Dat is mee gelijk het hoogste score aan de kant van de Royals. 19 punten nu in het kwart. En dan gaat de bal naar Makwa en die heeft nog een dunk. En score voor nummer 17 Marlon. De laatste aanval is nu voor de Royals. Nog 15 seconden te spelen. Derde kwart, stand 49-88. Geen fout daar voor Casey Loops. En dan wordt daar nog bijna gescoord door Lambrecht. Tim Lambrecht en daar. En dat is het eind van het derde kwart. De huidige tussenstand is 49-88. Ja, we hebben toch weer een goede fase van de Royals gezien. De tweede helft van het derde kwart was zeker voor hun. Desalniettemin is de stand 49-88. We hebben 33 punten aan de kant van Spirou voor dit kwart. En 19 punten voor de Royals. En met name wat opvalt is de 3-punt schieten aan de kant van Spirou. Ik weet de statistieken niet exact, maar ik denk dat Schoepen er al 6 of 7 heeft geraakt uit net zoveel pogingen. En voor Liber geldt hetzelfde. Ik meen dat hij 6 of 7 drietjes raak heeft. En daar staat voor de Royals slechts 2 drietjes tegenover. Dus de schotpercentage is een stuk hoger. En ja, we zien toch een heel sterk team uit Charleroi hier wat voor de winst gaat. Tussentijd geeft mij dat de gelegenheid om in ieder geval ook eventjes de sponsors te bedanken voor deze wedstrijd. Onder andere sportsnap.nl voor sportfoto's. Team Intro, bekend van werken met teamintro.nl. CO&CO, autodealer van Nissan, Renault, Kia, Mitsubishi en Ford. Defiscalisten.nl, Sport City, Webinar Geek, Trevi Advocaten, Van Heugde Tours, Hoveniersbedrijf From the Source, Veiligheid op 1, CSU, Scherp op Schoon, Holland Park Media, Wijzaal, B&B Healthcare, Bakker Luid Caminada, Cherubs, Cleantech en natuurlijk Den Haag Topsport. Did somebody say Holland Park Media? Ja? Ja, goed verdedigd daar, Royals. Ja, en ik heb hier nu de statistieken van het derde kwart gekregen. Als je dan kijkt, het percentage, 3 punten, terwijl daar Botulli daar net niet weet te scoren. Wordt gefouwd daar. Ik denk de fout gaat naar Skip Samson. Fout voor nummer 0 van de Royals. Skip Samson zijn derde persoonlijke fout. Maar Spirou heeft... Ik ging u vertellen de aantal drietjes. Ze hebben 16 drietjes geraakt tegen een percentage in 30 pogingen. Dus een percentage van 53%. Dit is voor het veld nummer 99, Nathan Kutta. En daar staat aan de kant van de Hague Royals staan er 2 geraakte drietjes in 11 pogingen. Dat is 18%. Dat is toch wel iets wat opvalt. Daarnaast totale field goal percentage van 57% aan de kant van Spirou. Tegen 43% aan de kant van de Royals. Nou ja, Botulli benut één van de vrije worpen. Botulli weet één van zijn vrije worpen de laatste te raken. Stand nu 49-89. En we zijn al begonnen aan het vierde kwart. En Casey loopt daar met een mooi paasje achterwaarts. En dat is daar goed verdedigd door Tim Lambrecht. De Royals krijgen het niet cadeau. Dat is
schot van Skip Samson werd geblokt door Marlon Makwa. Ik denk als je dan een sidestep doet, dan moet je een wat grotere stap nemen. Anders moet je gewoon het schot nemen. En terwijl de Belgen alweer naar huis willen. Ze willen allee. Ze willen terug naar huis. Ze hebben natuurlijk ook nog een lange reis te gaan. Als je daar Casey loopt, daar mooie scoren daar voor Kamhuis. Arwen Samai. En ik word hier goed verzorgd. Ik krijg een drankje, dankjewel. Skip Samson, bal inside naar, nee, had wel gekund daar denk ik. Ze zoeken Kamhuis daar, maar nee, zijn bal verliest door Casey Loops. Botulli daar met de lay-up. Ik denk hij gaat voor een dunk, maar nee. Noé Botulli. Schepping daar voor Botulli. Weet de bal niet binnen de lijn te houden. Wissel aan de kant gewisseld. Van Stoel in het veld nummer 28. Lisboa komt er terug in voor Marlon Makwa. Voor Marlon Makwa. Aanvallende fout voor Marnixon Knepa. Dat is zijn derde, denk ik. Fout voor nummer 12 van de Royals, Marnixon Knepa, zijn derde persoonlijke fout. Dat Spirou begint aan het slot als offensief. Botulli daar, wacht daar te lang met het driepuntschot. Bal nu voor gang daar, drie punts. Nee, weet ook niet te raken. Aanvallend bord voor Nathan Kuta. Bal via Lisboa, nu Botulli dan voor het driepuntschot. Nee, die raakt helemaal niks. Zomaar weggegooid door Casey Loops. Wissel voor de Royals in het veld nummer 2. En Lisboa beklaagt zich bij de scheidsrechter. Dat Marnixon Knepa die bal wegschopt. Ja. Waar je al druk om kan maken met een stand 91-51. Arben Samai. En er wordt gewisseld aan de kant. Nee, er mag niet meer gewisseld worden. Nee, de bal is al afgegeven kennelijk. Nou. Is Boa daar weer terug in het veld. Die mag de wedstrijd uit gaan dribbelen, denk ik. Nou, Botulli nog een keer van drie. Ditmaal raakt hij wel iets. Dat is duidelijk niet de driepuntschutter die ze bij Spirou wel degelijk hebben. Die zitten al op dit moment allemaal aan de kant. Liber zit aan de kant, Schoepen zit aan de kant, Kesselrood zit aan de kant. Dat is Comelis, hij vervangt nummer 3. Casey loopt. Dan krijgen Comelis terug in het veld voor Casey Loops.
Overigens, lieve luisteraars, ik zou hier samen zitten met mijn collega. Maar die meldde zich af. Motuli daar met de drive. Weet niet te scoren. Laurens Ieperlaan zou hier naast mij zitten. Maar die was helaas verhinderd. Het laatste moment. Dus dan moet ik het alleen doen. Ik hoop dat jullie toch je niet verveeld hebben tijdens deze wedstrijd. Piotr Pandura schot neemt. En rebound is voor Akkermans. Marnixon Knepa daar. Die wilde om Nathan Kuta heen. Maar ja, die kon er niet doorheen. Motuli daar. Ik denk een mooie finish. Nee, gaat er niet in. Akkermans met de rebound. En dan gaat de bal door naar Samson. Akkermans met 3 punten. Schot is raak. We zijn nummer 11. Tom Akkermans. Ja. Brengt de stand op 54-91. En dan stoppen we even. Want er is een natte plek ontdekt op het veld. Paasje daar, Voogang met een 3-punt schot. Is niet raak. En de Royals in de tegenaanval. Bal naar Akkermans in de corner, skip Samson. Durf op dat moment dat 3-punt schot niet te nemen. Bal gaat naar... Bal gaat inside, skip Samson. Ja, die weet mooi te scoren. Nummer 0, skip Samson. Brengt de stand op 56-91. Met nog 4,5 minuten te spelen. Score, een makkelijke lay-up daar voor Lisboa. En Akkermans daar weet niet te scoren. Dan gaat naar Tim Lambrecht. 3-punter is raak. 7, Tim Lambrecht. 56-96. Maar zo'n Knepa daar. Score! Op aangeven van Cumelis. 58-96. Tim Lambrecht met nog een 3-punter. Krijgen we een time-out aan de kant van de Royals. Time-out voor de Hague Royals. Ja, wat moet je zeggen? De stand is 58-99. De wedstrijd is natuurlijk gespeeld. We hebben nog 3 minuten en 20 seconden te spelen. Het is een leuk sfeertje geweest hier in de hal. Met name dankzij de toeschouwers van Spirou. Dank daarvoor. Ze hebben nog een lange weg te gaan, maar ze hebben er goed zin in. Respect daarvoor. Wordt hard getrommeld en wordt goed aangemoedigd. En dat zie je terug in de spelers. Bij Spirou is Moussa Noteman terug in het veld gekomen voor Nathan Kuta.
En ik zie Casey Loops, Piotr Pandura, Tom Akkermans, Skip Samson en Marnixon Knepa in het veld. En die zullen de laatste 3 minuten en 20 seconden gaan spelen. We krijgen een soort van full court press. Nou, niet helemaal, een klein beetje. De kant van Spirou. Zie je toch dat de Royals de moeite hebben met überhaupt de bal over de middenlijn te krijgen. En dan moet Piotr Pandura de fout maken. Maak daar de fout op Lisboa. Dat is de 4e teamfout voor de hele Royals. Onsportieve fout voor nummer 22 van de Royals, Piotr Pandura. Er wordt onsportief gefloten, doorgebroken speler. Wel, dat is de eerste fout van de avond. Eerste vrije worp is raak voor Lisboa. Tweede vrije worp gaat er niet in. In de grafval is Lisboa het ene vrije worp en scoort daarmee het 100ste punt voor Spirou Basket. 158 inmiddels. Wissel voor de Royals in het veld nummer 5. En Bart Bijnsdorp komt erin voor Marnixon Knepa. Tim Lambrechts met de turnaround. Gaat niet goed. Bal in de handen van Piotr Pandura. En die gaat vaart maken. Ja, kan de bal daar ook weer bijna niet kwijt. Skip Samson via het bord. Komt in de handen van Tom Akkermans. Een fout daar voor Lisboa. Fout voor nummer 28 van Spirou Rafael Lisboa. Zijn derde persoonlijke fout. Fout voor nummer 1 van Spirou, Noah Fogan. En een mooie score daar voor Bart Bijnsdorp. Motuli daar. De mooie lay-up daar. Linker lay-up. Snelle, mooie atletische speler. Noé Bortoli. Drie punten van Akkermans. Is niet goed. Bortoli daar, nogmaals met een mooie lay-up. Score van nummer 8, Noé Bortoli. Nou, Tim Lambrechts met de steal. En een easy lay-up. Voor nummer 7. We zitten in de laatste minuut, 1 minuut en 8 seconden te spelen. Stand nu 60-106. Casey loopt. Weet daar bijna nog te scoren met zijn inside hand. Dus de vijfde fout daar voor Moussa Noteman, denk ik. Fout voor nummer 28 van Spirou. Fout gaat naar Lisboa. Vierde persoonlijke fout, 2 vrijworpen. Ik dacht aan de houding van Noteman te zien dat zijn vijfde fout was. Maar de fout gaat naar Lisboa. En die vrije worp van Casey loopt. De eerste is niet goed. Het
vrije woordpercentage bij de Royals ligt onder de 40%. En de tweede is ook niet goed. Ik denk dat dat voor iets voor de training is. De bal gaat inside. Balbezit blijft voor Spirou. We hebben nog 47 seconden. Ik maak u er alvast op attent dat wij na de wedstrijd nog interviews gaan doen. Met zowel de coach van de Royals als een van de spelers. En ook de coach van Spirou en een van hun spelers komen aan het woord. Dus dat is zo dadelijk na de wedstrijd. Ondertussen kijken we nog naar een drietje van Tim Lambrecht. Ik weet niet hoeveel hij er al gemaakt heeft, maar dat zijn er, heel wat. Nog één laatste aanval, denk ik. Kant van Spirou. Bal in de handen van Noé Botulli. En die gaat naar Lisboa. Gaan ze nog wat mee doen? Moussa Noteman. Die weet daar nog te scoren. Score van nummer 11. Brengt mee de eindstand, denk ik, op 60-109. We hebben nog 5 seconden te gaan. Gaat Casey Loops nog aan? Ja, die gaat nog een 3-puntschot. Maar die gaat er niet in. Brengt de eindstand op 60-111. Is het einde gekomen in deze wedstrijd. Het voordeel van Spirou Basket Charleroi. Zoals gezegd, na afloop van deze wedstrijd gaan we nog interviews doen met de speler en coach van zowel de Royals als van Spirou. We hebben gekeken naar een wedstrijd. Ja, eenzijdig. Bij vlagen een goed Royals. Maar niet goed genoeg, duidelijk niet goed genoeg. Spirou Basket, Charleroi, controle gehad over de hele wedstrijd. En met name ziet dat van de driepuntlijn dat ze heel veel baskets iedereen hebben kunnen schieten, heel kunnen raken. Dus en dat werd niet goed verdedigd door de Royals. 9 tegen RSW Liège in Luik. En onze volgende thuiswedstrijd is zaterdag 2 april om 3:30 tegen de kerstverse bekerwinnaar Hubo Limburg United. Graag zien we u dan weer. Bedankt voor uw support en voor onze bezoekers een veilige reis terug naar Charleroi.